Het Gelderlander Nieuwscafé werd vrijdagmiddag gehouden op de pannenkoekenboot. De 150 gasten voeren de Waal af, terwijl journalist Rob Jaspers met mensen in gesprek ging over de Waal. Nou, we zijn met het Nieuwscafé op de pannenkoekenboot gaan varen, omdat wij denken van de Waal is een beleving. Dat hebben we met waaltochten die we als Gelderlander organiseren ervaren. En nu is het een avondtocht wat een aantal onderwerpen die heel dicht bij de Waal zitten. Van wat gebeurt op de Nevengeul, op de Spiegelwaal qua watersport en de windmolens die je overdag eigenlijk aan die Waaloever heel mooi kunt zien. En we dachten van, wij doen dat gewoon op de Waal. Het verschil met het Nieuwscafé is, in het Nieuwscafé daar hebben we mensen die het verhaal vertellen van hun drive, hun project, hun beleving. En Waaltochten, dat is eigenlijk het verhaal dat ik als journalist breng over dat wat op die Waal aan de oevers in de omgeving plaatsvindt van waterwerken, scheepvaart, cultuurhistorie, het verleden. En dan is het mijn verhaal over de Waal en de omgeving. Nou, dat mensen toch heel vaak verrast zijn. Ze zien de Waal liggen, maar de beleving vanaf het water is een andere. De Waal is nooit hetzelfde. Als je die Waaltochten maakt, dan is het ene keer is het laagwater. Dan zijn mensen verrast van, hé, hoe zit dat? Bij hoogwater zijn ze weer verrast dat die Waal wilder is. De scheepvaart is dan anders dan bij laagwater. Ze zien de oevers die altijd anders zijn. Dus ze zijn verrast door de levende rivier die de Waal is. Wij duiken met het Nieuwscafé wel eens naar de Stevenskerk, waar de entourage van die Stevenskerk anders is. We duiken wel eens naar bijvoorbeeld het Honigcomplex, waar we dan met de mannen en vrouwen praten die daar met hun ambachtswerk bezig zijn. Dus heel af en toe zoeken we andere locaties. Maar we maken vaak afspraken voor de lange termijn en dat was waarom de reden waarom we heel vaak in de villa zitten. Het volgende Nieuwscafé dat is op 9 december en dan hebben we het over de economie van Nijmegen, de economie van de regio Nijmegen die tot Arnhem reikt. We praten daar met de directeur van de Economic Board die eigenlijk alles weet over de economische ontwikkeling, de innovatie. Maar daar halen we ook iemand bij van eigenlijk van de bodem af, mensen die een opleiding volgen op het Technovium bij het ROC, die in de techniek willen stappen, die hun kansen ruiken in technisch werk en ook nog een meisje. Halen we erbij, want technische beroepen, dat is ook iets voor vrouwen, voor meiden. En dat meisje is een ambassadeur van die technische opleiding. En die vertelt haar verhaal, hoe zij de techniek beleeft en hoe zij haar kansen ziet in een technisch beroep.